Ja, ja, hier is Fischie weer. En weer, ja, welkom bij FIFA 17 natuurlijk. En we gaan nu Ajax Celta de Vigo spelen. Eigenlijk meer omdat ik, dacht met mezelf, nou een leuke extra FIFA video. Omdat Infinite Warfare vanavond een release party is. Dus dan, ja. Het is leuk dat wij een FIFA video doen. Ja, eigenlijk wel. Maar ik vond het ook een leuke wedstrijd. Ajax Celta. Het is ook mooi, een mooie fiche. Als Ajax wint, dan zijn ze door. Dat, 7 punten, dus dat gaat goed. Dus dan zijn ze helemaal door. Want dan kunnen ze minimaal nog, maximaal nog. Je weet, thuis moet je eigenlijk alles winnen, hè? Dus dan dat komt wel goed. Ja, dat komt wel goed. Dus. Nou, laat in ieder geval je voorspelling achter bij de comments. En dan gaan wij over naar de wedstrijd. We zijn in die arena. De wedstrijd kan elk moment. Ik speel trouwens met Onana als doel. Je had anders, want vorig jaar speelde je met eigenlijk een kul doel. Ja, weet ik, maar ik vind het wel zo eerlijk als ik eigenlijk met Onana speel. Toch? Maar ik zie wel nog, ik zie geen Kespertje, geen Dolbergie. Ach, ja, ik ook niet. Nou, die is ook laag nog hoor, deze FIFA. Die moet echt nog. Ik weet niet of ze een upgrade of zo nog krijgen, voor mij niet. Ja, wel, normaal gesproken wel. Godver, dan moet ik echt met die klote Q13 gaan spelen. Prima voorzet hoor. Zo! Die komt vandaag als een dijk. Wat een mazzel! Via het hartje. Ja, maar het is dijk zo, die komt dan nooit in het strafschopgebied. Lekker jongens, gewoon aannemen in het eigen strafschopgebied. Dat is goed. Goed geanticipeerd en de paal uitgehaald. Ik loop precies naar jou toe. Sorry, wel een super snelle speler. Huh? Wat? De brommer. Colera, ik schiet al. Oh, maar dat is wel mooi. Neem hem niet aan. Nu kan ik gewoon niet meer schieten. Ga je wel. Was de bal? Oh, daar. Ik was hem kwijt, jij? Ja, ik heb de bal echt niet meer. Dat zijn engelen zingen. Kijken wat hij nu gaat bedenken. Daar komt weer zo'n voorzet. Traoré. Nou, ongelooflijk. Ik heb nog fucking Spaanse verdedigers, dus ik ga nu niet springen. Nou hoor niet. Hij zit er goed in, maar komt jij niet gewoon achterwaarts op de ja. Of zo? Ja. Nou, geloof ik. Ja! Hij raakt ook een pepernoot en nu achterwaarts komt hij erin. Oh! Keepertje! Maar kan hij deze ook houden? Oh! Oh kut, ik wil hem weer neerleggen. Superieure balbehandeling. Kom op, kort. Mooie balbal richting de tweede paal. Doei! Gelukkig voor nu wel wegkoppen. Roncalia. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Boom! Goeie ingreep van de keeper. Wel een hele lekkere redding natuurlijk, maar ja. Cabral, dat was een goede corner. Oh my god, ze is wel even op doel. Ja, die paalt als een stekker, daar zat veel weer in. Hier is de verdeling van het aantal schoten op doel en die is toch wel een beetje anders dan de stand van de wedstrijd. Ja, ze schieten gewoon te vaak mis. Tussen. Kut, op wippertje. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Nee, hij komt hem ook gewoon. Ah, ah. Nee. Ja! Daar. Ik was nog eerder bij, maar voor zit het zo spoor lijkt het wel. Panna. Ja. Ongelooflijk ook. Nu kreeg ik die bullshit goals tegen. Goed geanticipeerd. Oh ja, nu wint die kop nu wel. Oh, lekker. Oh, hè? Nee, kom op. Hij heeft de bal alweer veroverd. Knappe tackle. Nou, kop nu wel. Niet met je voetjes. Nee, oh, nee. Ze springen niet bij mij. Geniaal dit dan.
De bal rolt alweer, terwijl sommige fans... Ja, niet eens zo slecht, daarom krijg ik ongewijzigd door. Ik had misschien beter een paar verdedigers kunnen wisselen nu te denken, maar dat... Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat. Nee, ah, dan heb ik een hele heel lang de bal nodig om. De aanval is alweer afgeslagen. Met de tegenstanders nu in balbezit. Balbezit lekker voor mij. Dus helaas, dat is hem al. Dat is echt niet zo. Oh, lekker ingooi. Kijk of het wat oplevert. Kom op. Daniel Was. Nee! Huh? Wow! Oei, dat ruimt hoor! Nou, de bal die flink van, dat ziet u ook wel. Hoe heb je? Een super. Oh! Wat gebeurde? Ik zag het niet, want die kutcamera niet goed. Ging die op de paal of ging die. Nee, ja, half op de paal op hem. Ja. Ja, ik kon niet zien. Ik kan in ieder geval één ding vertellen, hij staat niet in goal. Nee. Dat zou wel zijn als het wel zo was, en dat hij niet telt. Dat zou... Oh nee! Oh, dit was hem! Oh, kut. Ah, denk ik. Oh nee, kom op. Deze positie dicht bij het doel een gevaarlijke aanval op te zetten. Als de ingooi is ook zo moeilijk. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Nee, ja, scheid. Ik ga zelf draaien. Kom op, scheid. Dat je daarin trapt. En geel. Daar krijgt hij een rustig voor. Ja. Maar ik kan geen kopduel winnen, zo te zien. Ajax wel. Ze zijn wel 1,12 meter, maar ze winnen wel. Boom! Nou, kut! Oh my god. Ik voelde al gewoon dat het fout ging. Alles op de aanval. Oké. Het is waarschijnlijk wel een gaaf kaart, want ik moet gewoon die space loop ook niet naar voren. Ja, shit hè. Pablo Hernandez. Boom. Daar gaat hij. Ze wachten geduldig. Nee! De bal rond. Komt wel weer. Nah, jongens. Dat is een spitsen winnen gekomen dan. Hé! Hey. Het strafschopgebied. Fraai. Goed gedaan. Oh! Oh, wat scheelt het weinig zeg. Was er maar een goal, zeg ik dan maar. En ik geloof dat het halve stadion dacht dat... Lekker, weer komt wel gewonnen. Lekker wat? Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt. Nee, weg voor de... Nee, ik wil niet voor die vrije trap. Dan misschien zo. Nou! De keeper redt op fenomenale wijze. De reguliere speeltijd bedraagt nog net iets meer dan 15 minuten. Wie weet levert dit een kans op. Tijd? Dank je. Heel, hele kutplek trouwens. Ja, niks aan de hand. Hij maakt een overtreding met die sliding, de scheidsrechter heeft het te zien. Ja, het is echt, jij timed echt als je draait, hè? Ja, maar het is ook gewoon met mijn... Hey, oh, ik heb een mooie plek, maar het zit er ook tegen. Kom op! Kom op! Kom op! Waar is de bal dan? Ja, kom op. Oh nee! Oh! Lekker, we moeten er een man aan. In ieder geval voor de ere treffen dan. Kom op. Het Cisto. Ontwijkt die sliding heel soppeltjes, mooi gedaan. Nee, ik wil hem net voorzetten. Wel een perfecte tackle. Variant. Die voorzet gaat de strafschop. Nee! Hey. Ik heb... Er is gefloten, vlag omhoog, buitenspel. Oh, buitenspel, wat een onzin. Oh! Zie je dan rennen? Pablo Hernandez. Zo, schijt! Hoezo? Dat was de bal! En dat is een van niet de te ver om het doel te schieten, man. Daniel was... Nee! Verpest ik me snelle intrap. Vrij trappie. Klaassen. Oh! Daar is het balbezit. En nu? Nou, niet op Cisto, maar ik kan ook aardig rennen zitten zien. Een opgelegde kans. Oh, deze hangt wel. Nou, veel te laat, maar... Tot deze voor mijn gevoel helemaal niet zo onhoudbaar was, zeg maar. Nee. Nou, ja, stond het een keer mee.
veel te laat. Strijd. Dat was het einde van de wedstrijd. De stand is 2-1. Met deze fantastische overwinning hebben ze... Ook dat is goed voor het Nederlands voetbal. Zou Onana met zijn match ook niet? Maar ik denk, een paar kopbals gehad, hè? Oh, vingertje nog eraan. Ik denk jouw spits met zijn match. Joël Veldman. 6.5, hè? Hoogste. Younes. Oh nee, hier. Younes, ja, 8.7 voor mij. Heupen, maar 8.1, hoe kan dat nou? En Traoré, 8.3, zie je echt 8.1. Maar waar zijn de cijfers heel anders? Onana, 8.0. Veldman is het laagste, 6.5. Bij mij 6.0. Nou, hoe kan dat nou? Wat een bullshit. Oké, nou ja, in ieder geval, ja. Ook dit is weer goed voor Nederlands voetbal. 6 schoten om 21, valt mee. 4 ja. schoten op doel, ik heb 14. Ja, die afstandsschoten, die haalt die allemaal eruit. Ja, ja. Nou ja, in ieder geval vergeet niet een like te geven aan deze video. We hopen natuurlijk voor Ajax. Tot de volgende keer, bye bye later. Tot dan.